Ja, ik heb eventjes niks te doen. En jij hopelijk ook niet. Ik zit te wachten tot ik iemand moet gaan bellen. Ik denk, kom. Ik ga een paar moppen vertellen. Maar niet te lang, hè. Want het is nu 2:30. En ik moet om 2:50, 2:55... moet ik die man bellen. Dus ik ga gewoon een paar moppen vertellen. Nou, maar hopen dat je ze niet kent. Maar ja, aan de andere kant, misschien kende je ze wel al vaag een beetje, maar dan hoor je hem weer en denk je, ja, dit is eigenlijk best een leuke mop. Ja. En dat je hem voortaan weer helemaal weer correct kan doorvertellen. In de kroeg of zo, of in de bibliotheek. Ik zal beginnen met een hele recente, die is erg leuk, die komt uit India. Mevrouw Bhartia. Dat is zoiets als Jansen daar. Hè? Mevrouw Bhartia viert haar 50ste huwelijksfeest. En de dag daarna stapt ze op hoge poten naar de advocaat in de stad en vraagt ze scheiding aan. En die advocaat van. Maar mevrouw Bhartia. U bent gisteren 50 jaar huwelijk. En ja, zij zit er van. Ja, ze is advocaat, maar hoe kan dat nou? Het is vrij eenvoudig hoor. Het is overspel. Want gisteren. Tijdens het feest kwamen er al die fotoboeken weer naar boven. En ik keek naar al die foto's van mijn kinderen en hoe ze er eigenlijk uitzagen. En toen keek ik naar mijn man. Dat kwam helemaal niet overeen. Ja, ik vond hem wel leuk. Oké, nou eentje uit Nederland. Jantje, dat is altijd heel erg leuk. Zijn moeder, die is al lekker bezig. Zijn moeder is altijd bezig. Hè? En Jantje, die zat op zijn kamer. Dat is fijn, dan kan mama lekker de gang gaan. Hè? Fijn dat Jantje af en toe op zijn kamer zit. Maar die zat te stampen, jongen. En die moeder werd er knettergek van. Hè? Die was dan lekker bezig, lekker ja, de moeder zijn of zo, maar dat gestamp over je kop, hè. En die moeder dacht op een bepaald moment van, nou, als je nou nog even doorgaat. En ja, dat snap je ook wel, hè. Kijk, je kan mensen, dus ook je moeder, die kan je dus echt het bloed onder de nagels vandaan halen, hè. Nou, dat die moeder het helemaal gehad, dus die stormt de trap op, hè. Die smijt de deur van de slaapkamer van Jantje open. En die schreeuwt tegen Jantje. En die zegt... Je houdt op met stampen. Of ik spijker je andere voet ook vast. Ook zo'n leuke. Het zit in een hoek. Het is rood en het wordt steeds kleiner. Ja, moet je even over nadenken. Dat is een baby met een kaasschaaf. Dat is onlaatst bij de bushalte, bij Sisa, Koningsjacht. En dit is zo'n vent. En die is behoorlijk bij de pinken, hoor. Ja, die mag ook naar buiten. Echt gewoon naar buiten. Ja, of gewoon. Nee, in principe gewoon. Dan zit hij er ook bij de bushalte. Maar hij woont daar. Een soort woonwerk dinges. Doet ook iets met onderhoud. En dan moet hij weer eens naar het ziekenhuis. Nou, toevallig zat hij dan... ging hij precies op hetzelfde moment dat ik naar huis ging. Ging hij naar het ziekenhuis. Dat is wel 4 of 5 keer gebeurd. Toen ook één keer ging je van die moppen. Het is weer. Oh, niet grappig. En dat ik weer.
Dat heet dan een nest met fietsventielen. Dat is een leuk verhaal. Er is een baby geboren. En die heeft geen oren. En ja, allemaal mensen komen kijken naar die baby. Hè? En niemand wil het erover hebben. Hè? Dus iedereen zegt, oh, een mooie baby. En die vrouw zo, hè? Ja. En de dokter heeft ook geconstateerd, hè, het heeft al, en het gaat alleen maar doorontwikkelen, ontzettend goede ogen. Maar heb je iemand zei van, ja, nou, dat is wel een geluk bij, ja. Ja, want een brilletje, dat gaat niet echt een worden, hè. Ja, zo'n mop, hè, dat is dan weer verouderd, hè, want nu heb je dan laserbehandeling en meer contactlenzen. En trouwens, ik kan ook een ding met een elastiekje achter je hoofd doen. Oh jee. En wat is dan de eerstvolgende mop die mij te binnen schiet? Dat is ook zo leuk. Laat maar lekker gaan. En wat is een mop eigenlijk, hè? Wanneer is iets nou grappig? Volgens mij is een mop iets van dat je je beledigd voelt. En omdat je heel erg beledigd bent, ga je maar een beetje zitten lachen. Zo van, ja, nou, laten we maar doen alsof het een grapje is. Moet je ook eens doen, hè? Als iemand jou ongelooflijk beledigt, hè? Dan moet je lachen uitbarsten. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. In de kroeg bijvoorbeeld. Ik maak niet uit waar. Je gaat tegen je lopen schelden en dan draai je gewoon zo om. Dan moet je gaan een beetje lachen. Dat helpt. En hetzelfde is bij de mop. Hè? Je moet je echt stevig beledigd voelen. En hoe heb ik ze stom? Ja, je zit als het ware te luisteren naar een verhaal van ja. Nee, maar nou begrijp je. Ja, ik volg hem nog. Ja. Dus die ene keer met Sam & Mouse. Dus zo toevallig, hè? Kijk, Sam. Het speelde zich af op de Herengracht in Amsterdam. Nou, Sam loopt over de Herengracht, als je naar het noorden kijkt, hè, van rechts naar links aan de bovenkant. Dus aan de noordkant. Zeg je. En Moos liep naar de andere kant van de gracht. Toen zag Sam Moos dus. Hè. Zo toevallig, jongen. En het wordt veel toevalliger, hoor. En Moos zag Sam, hè. En ja, in principe moesten ze. Ja. Maar er was een loopbrug. Hè? Smalle brug of zo. Weet zo'n ding daar in Amsterdam. Weet jij veel? Nee, de smalle brug is over de Amstel. Maar dat heeft ook alweer een naam. De Sint-Pieter-Joris-brug of zo. En dan van een stom bruggetje. En dan denken ze, nou weet je wat. Heel toevallig even een praatje maken. Nou. Dus dan gaat de Moos van de onderkant die brug op. En dan komt de Sam aan de andere kant. En dan staan ze vlak tegenover elkaar. En toen kwam het toeval. Hè? Ze waren het. Allebei. Niet. Ha! Nee, maar dat is toevallig. Nou, ze kregen wel meer van dat soort verhalen, hoor. Jantje. Hoe was het nou weer? Jantje was weer eens met zijn moeder. En het duurde maar en het duurde maar. En toen had Jantje toch een keer een vraag. En die vroeg aan zijn moeder: waar gaan we nou eigenlijk naartoe?
Nou, ze is zijn moeder. Stel niet van die stomme vragen. Nou, Amerika natuurlijk. Jantjes over. Oh. Nou ja. Nou, als het is zoals mijn moeder het zegt. Dan maar naar Amerika. Nou, even later. Vraagt hij aan zijn moeder. Hoe ver is het eigenlijk naar Amerika? Waarop zijn moeder, die stond echt op ontploffen. Hè? Die zei tegen Jantje, net als Mark Rutte. Jongen, je bek houden. En doorzwemmen. Als ik nou grappig ben, dan kan ik er van dat applaus bij je. Ja. Misschien dat kan ik ook net doen, ja. Dan ga ik een paar keer ontzettend hard lachen. En dan ga ik nog lachen. Dan doe ik al die opnames over elkaar heen. En dan de ene een beetje reverb. En de andere een beetje compressie. Dan heb je één grote publieksapplaus. Lach, dinges. Ingeblikte lach. Vandaag op mijn werk ook weer zo'n gelach. Ongelooflijk brutale opmerkingen. mijn coördinator. Ja, nu ga ik echt totaal anoniem. Hè? Ik heb in principe meerdere coördinatoren. Die heb ook. Ik zal de man niet bij naam noemen. En die zei van ja, die ene vrouw hè, die we allemaal kennen. Dat is best aardig. Maar heb ik daar een gesprek mee gehad. En toen zei ze iets. Hè? En toen vond ik haar ineens helemaal niet meer aantrekkelijk. Dat was bij een vergadering. Liet ze een mooie pauze vallen. Die zei ja. Wat ze zei, hè? Dat was. Dubbele punt. Ik heb een stoma. Nou, zijn die mensen die dat soort dingen zeggen. Die vind ik gelijk niet meer aantrekkelijk. Oh. Die coördinator van mij. Dat vind ik zo'n fijne fans. Daar kun je zo mee lachen. Dat is ook een perfectionist. Ja, maar dat mag. Daar is niks mis mee. Ja. Ja. Ik ben. Ik hou van perfectie op termijn. Dat vind ik belangrijk. En ik vind de registratie belangrijk. Dan gaan we even doen. Het gaat vooral om de langere termijn. En mijn coördinator, dat is zo'n man van de korte termijn. En? Ja. Noem het maar een kapitein of zo. Een nuchtere man. Hij is klinisch psycholoog. Dus dat scheelt. Een horeca-ondernemer geweest. En hij heeft gewerkt in een vluchtelingenkamp in Bolivia. Met u nog meer uitgevraagd. Oh ja, en hij rijdt momenteel een tweedeurs zwarte Mercedes. Van 18 jaar oud. Ja. Een oldtimertje rijden ook, hè? Lekker weinig wegenbelasting, hè? Ja, ik ben ook niet gek. Of is dat weer opgeheven? Maar zo'n slimmerik is het dan. Kijk, dat is dan ook weer grappig. Hè? De Sam en Moze,
Die kan er wel om lachen, maar er hebben zich ook drama's afgespeeld. Ja, verschrikkelijk. Dus, Sam, hè, dat was dan... ik weet het allemaal veel beter, weet je? Sam die had eens tegen Moos gezegd van... ik heb een heel goed restaurant gevonden. En daar kan je ontzettend veel eten. En ze hebben er ook een gratis saus bij. Nou... Dat was dus een Chinees. In die dagen was dat net nieuw. En Moos die wist helemaal van niks. Die had helemaal nog niet gehoord van de Chinezen. Maar Sam die had die prijs al gezien. En die dacht van, nou, het is niet duur. En dan hebben we gewoon de saus. Ja, dan gingen ze met z'n tweeën naar binnen. En dan komt dan die nasi. En dan begint Sam zo lekker die gratis saus zo op te scheppen. En die gaat zo eten. En Mo zit zo naar te kijken en dan begint Sam te huilen. En hij vraagt aan Sam van, wat is er aan de hand? En dan is hij zo, het is vandaag. Mijn moeder is overleden. Soms schiet het erin. Zeg Moos. Oh ja, nee. Mag ik ook even de saus? Nee, die gaat ook die pot met sambal. Huppakee, tjok, tjok, tjok. Die gaat ook lekker eten. En die gaat ook lekker eten. Hey, inmiddels was Sam hersteld van die hittegolf. Die was een beetje bijgekomen. Dus je ziet dat Moos begint te huilen. En dan vraagt de Moos, waarom zit jij nou te halen? Waarop Moos zegt... Het is niet eerlijk. Dat alleen jouw moeder is overleden. Waarom jij niet ook? Ja, dat heet Godspeed. En nog een hele... Het gaat dus wel over rassen. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Het is een Jantje mop. Met een lange intro. En dat begint op Schiphol. En op Schiphol waren de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. En de stewardessen, of de stewards, maar meestal van het vrouwelijk geslacht. Ja, dat hebben de feministen nog steeds niet voor elkaar gekregen, hè? Dat er wat minder vrouwen werken als stewardess en wat meer als piloot. Ja, precies, ja. Waarom zitten er altijd meer mannen achter in de cockpit en dan vrouwen? Maar goed, kijk, het feminisme heeft al zoveel problemen. Dus misschien dat dit probleem één probleem te veel is. En, ja, je wilt toch niet zo'n prille beweging geen kansen bieden. De Dreamon. Maar anyway, die stewardess... Moet iedereen controleren. Ja, en dan zit er een vent met een hele grote rugzak. En ze zegt die meneer, dat hoort niet. Ja, die man, dat kan wel wezen. Maar dat is voor de veiligheid. Want ik vertrouw jullie niet. Ik heb de statistieken in de gaten gehouden van deze lijn. Een vergelijkbare lijn. Ja, dan kunnen jullie maatregelen treffen wat je wil. Ik heb de statistieken. En ik heb wat computermodellen en ik weet precies waar ik het over heb. Dan had hij heel verhaal over luchtstromingen en potentiële in de vluchtroutes en daar en daar. En voor hetzelfde geld breekt dat vliegtuig in de vijf. Je zegt niet dat het gaat gebeuren. Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren. En
dat is het treffen van veiligheidsmaatregelen. Ja. En wat zit er dan voor veiligheidsmaatregelen in uw rugzak? Dan zit hij, wat denk je nou? Een parachute natuurlijk. Hè? Oh, meneer, sorry. Ja, dan loopt ze door. Hè? En dan ziet ze twee skis. Die punten van skis. Die ziet ze boven. Dus er zat iemand met skis. Ze loopt naar die man toe. Ze, meneer, wat doen die skis hier? Ja, die man, die heeft waarschijnlijk al gesproken met die klootzak, 16 stoelen voor mij. Ja, die neemt risico's, hè. Maar ik niet, hoor. Ja, als de boel in tweeën breekt, dus heb ik dat uitgerekend. Ja, volgens mijn modellen gaat het dan gebeuren in het gebergte gebeuren. Daar dan, als het gaat gebeuren, gebeurt het daar. Ja, dan heb je een parachute, heb je niet zoveel. Nou, dan val je te pletten, man. Maar, skis. Dan ben ik zo van de bergtop af. Dus ik heb altijd mijn skis bij me. Voor de veiligheid. Maar ik zeg niet dat we tegen de bergtop aanknallen. Ik zeg, als we, wat volgens mij, nou, dan is de meeste, ja, dan maak je een soort buiklanding en dan breekt het vliegtuig in tweeën, maar dan vallen we allemaal zo omlaag. En in die tijd dat wij omlaag glijden, joh, en dan gaan we allemaal te pletteren in het ravijn of zo, dan heb ik mijn skis aan en dan ben ik veilig. Oh, die stukken das. Ja, oké, dan maar. Ja, die wilde ook geen paniek in het vliegtuig, hè? Dus die blijft heel rustig. En die komt dan helemaal achterin. Waar de toiletten zijn. En daar ligt Jantje. Met zijn broek omlaag. Je kon de blote billen zien, hè? Op een dikke Surinaamse vrouw. En die had dus ook die had zo'n legging of zo. En die zat rondom haar enkels. En Jantje, dat is dat was nog een grote vrouw. En Jantje zat er gewoon tussen. Die zit gewoon, die Surinaamse. Alsof het gewoon is, hè? Die zit die Surinaamse vrouw te neuken. Alsof het gewoon is, hè? En ze zei, Jantje, dit is helemaal niet veilig. Jawel, zegt Jantje. Want je hebt waarschijnlijk ook al kennis gemaakt met die andere twee risicolopers. Hè? Een beetje dombo's. Die snappen er helemaal niks van. Hè? Dus. Oh, als dit vliegtuig wat voor redenen ook. Hè? Dan is mijn sperma veilig. Zit je? Hoezo? De zwarte doos wordt altijd gevonden. Ja, het is me toch wat. Ik kan gaan bellen. Even mijn agenda pakken. Ja, het is even moppenuur, maar nou is het weer voorbij. Oké, waar ben ik gelaten? Ach nee, ik vind het zo'n kunst, hè, om altijd je spullen daar neer te leggen, dat je ze altijd onder handbereik hebt. Dan heb ik mijn agenda ergens neergelegd. Dan kan ik die weer gaan zoeken. God prijze de Heer. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik kon vast wel weer een moppen. Trommel. Dinges, als ik zin heb. En nou maar dat ik onthoud welke moppen ik allemaal verteld heb. Dat ik niet twee keer dezelfde mop vertel. Nou, dan zien we dan weer. Anders schrijf ik ze er maar bij. Doei.